Hallo iedereen. Dit wordt mijn eerste video. En deze video gaat over de voorbereiding naar mijn optredens. Ik doe sowieso 1 optreden per maand. En dat is op het podium, de Cactus. En daar probeer ik elke maand nieuwe nummers voor te bereiden. Ik ben eigen nummers aan het schrijven die ik daar wil gaan doen. Tot nu toe zijn het alleen nog maar covers. Ik ga jullie dus meenemen in de voorbereiding hiervan. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Mijn vriendin en ik zijn verhuisd. En ik heb nu een nieuwe kamer waar ik ga repeteren. Zoals je hoort klinkt het nog allemaal heel hol. Ik moet de akoestiek en de in deze ruimte nog goed maken, zodat het voor jullie fijner is om te luisteren en voor mezelf om te repeteren. Anders krijg ik een verknipt beeld. Ik krijg een vals beeld van hoe het straks echt gaat klinken in de, bij het optreden. Ik ga even kijken of ik de camera kan draaien. Dat kan niet. Ik ga even de kamer jullie laten zien. Hier komen we de kamer binnen. Zoals je ziet is die nog best wel leeg. Het belangrijkste staat erin en dat zijn deze 2. De versterker, Marshall versterker, mini stack. En mijn Richwood gitaar. Deze is van Richwood. Ik ben heel hard aan het sparen om een Fender te kopen. Mijn eerste Fender Squire wel. Maar die komt eraan, dus die gaan jullie binnenkort ook zien. Deze spiegel heb ik hier hangen omdat ik mezelf dan kan zien. Dat vind ik fijn, omdat ik dan kan zien hoe het publiek mij zou zien. En dat vind ik fijn, zo repeteer ik. In mijn, hiervoor woonde ik bij mijn moeder, samen met mijn vriendin. Toen had ik een lamp en die gebruikte ik als microfoon standaard. Ik ga nou even kijken wat ik ga gebruiken in plaats daarvan. Ik ga nu repeteren. Ik neem jullie mee door de repetitie heen. Het zijn maar 2 nummers, dus dat denk ik een korte video. Ik ga voornamelijk kijken vandaag wat de hoe ik door de set heen ga. Ik heb wel wat ideeën. Ik moet ze alleen nog even strak achter elkaar zetten en uitwerken. Maar ik zal jullie daarin meenemen. Zoals je ziet, ik heb nog helemaal niks staan zoals het moet staan. Dus ik moet. En ik vind het fijn dat de versterker daar staat. Dus ik moet een verlengkabel gebruiken om mijn versterker aan te krijgen. Het is niet ideaal, maar het moet even zo. Ik gebruik trouwens deze, want ik ga bij mijn set een looper gebruiken, zodat ik daarop kan soleren. Onder de set, ik ben solo op dit moment nog. Ik zoek nog wel drummers, bassisten en toetsenisten. Dus als je interesse hebt, funk, blues, soul, pop, hit me up. Ik zal mijn Instagram hier onder in de link zetten en dan kun je me een bericht sturen. Met deze ga ik dus vandaag werken. Dus als je mij met voeten ziet klikken, dan weet je wat ik aan het doen ben. Ik ga dus een nummer doen van Eric Clapton.
En ik ga hem nummer doen voor Paul Carrick. Zie je best wel goed. Net echt, hè? En dat zul je daarvoor. Daar wil ik dus aan gaan werken. Door akoestiek hier beter te maken. Vanaf is het nog even helaas zo. Spijt me daarvoor. Zal ik lekker luisteren? Hoe plekt hij erbij? Ik ga er gewoon even rustig door. En we zien even wat het wordt. Thank you.
Dus dat was het eerste nummer wat ik ga doen. En ja, wat ging er door mijn hoofd onder het repeteren? Dat is van oké, het geluid is niet goed. Dus je kunt het geluid aanpassen. Dus op je gitaar, je kunt het geluid aanpassen op je amp. Zorg ervoor dat je dat voor je optreden allemaal gedaan hebt. Dat je onder het optreden alleen maar hoeft te genieten van wat je doet. Gewoon lekker muziek maken, want dat is leuk. En dat moet je doen. Vind ik. Wat dacht ik nog meer? Ik dacht... Ja. Ik stel me altijd voor dat het hele publiek... Het publiek waar ik ga staan straks... Ik bedenk me altijd waar ik straks sta. Ik weet meestal waar ik sta. Dus dat bedenk ik. En ik doe net alsof ik daar al ben. Dus het is jammer dat ik nu geen microfoon heb, maar ik doe dus alsof ik dat podium, of ik op dat podium sta. En dat ik die microfoon voor me heb staan en dat ik tegen de microfoon baat. Ik zie daar mensen lachen in het publiek, lachen terug. Of... Maak het zo echt mogelijk, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maak de setup zo echt mogelijk dat je. Ja, voor weinig verrassingen komt te staan wanneer je daar bent. Als je dus daar in je hoofd al geweest bent, dat geloof ik, dan ben je er al geweest. Whatever. Muziek maken, en dit is hoe ik oefen. We gaan naar het tweede nummer van Paul Carrack. Ik vind het altijd fijn om... met mijn vingers te spelen, zonder plectrum soms, ja, bij sommige nummers vind ik dat. Maar met de solo wil ik wel mijn plectrum gebruiken, dus ik ga mijn plectrum ergens neerleggen waar ik hem zo kan pakken, zodat ik kan soleren. Dus, nou ga ik het volgende nummer doen. Paul Carrack, One in a Million. Cry, and we there for each other.
Wat jullie daarnet zagen, is keihard slechte voorbereiding. Dus we hebben van tevoren gevraagd, wat ga je doen? I don't know. Het is handig en fijn als je gewoon een soort van, al is het maar een kleine lijst, wat je van tevoren weet van oké, dit ga ik doen. Als je niet zoals mij daar net wil branden. Dus ja, dat waren de twee nummers die ik ga doen en die ik heb voorbereid. Die ik ga voorbereiden. Ik moet dus nog beter gaan voorbereiden. Ik heb het over 3 dagen is het. Het is nu maandag, dinsdag, woensdag. Over 3 dagen heb ik het over het podium. Dan moet ik het klaar hebben. En ik moet nog even aan het werk. Zoals je hebt gezien. Maar ja, ik ben ook gewoon een beetje aan het spelen. Een beetje aan het kijken van wat is leuk en wat moet ook vernieuwend zijn. Vind ik. Dus ik ga nog even jammen.